Ja, tijdens de planning van de complexe operatie in het havengebied kwam er een smokkelschip, wat bij ons ook in ons gebied ging opereren. En uiteindelijk hebben we tijdens de planning hebben we de eenheid de opdracht gegeven om dat smokkelschip te stoppen en de wapens in beslag te nemen. Certificeren is het eigenlijk de eindtest van de eenheid, waarmee we kijken of dat deze eenheid in staat is om tijdens onvoorziene omstandigheden en in een complexe omgeving om een operatie uit te kunnen voeren met een zeer korte planningstijd. Zodra deze eenheid gecertificeerd is, zijn ze operationeel gereed en kunnen ze waterwereld ingezet worden om mensen te helpen.